Samson en Marie, de speeltuintocht. Wauw. Samson zit in het park al een tijdje op Marie te wachten. Ja. Hij is blij dat ze er eindelijk is. Wat ben jij gaan doen, Marie? Vraagt Samson. Tje. Wel, ik ben dingen gaan verstoppen, zegt Marie. Ja. Waarom? Vraagt Samson. Zodat jij die kan gaan zoeken. Ik heb voor jou een speurtocht gemaakt. Ja. Samson juicht. Hij is dolblij. Joepie. Jij was blij, hè? Ja. Wat moet ik dan zoeken? Vraagt Samson. Balletjes, antwoordt Marie. Rode balletjes om mee te spelen. Ja. Nee, nee, Samson. Gele balletjes. En die balletjes die bestaan uit twee helften. Ja. Je kan ze open doen en in het balletje zit een briefje. En die briefjes die leiden naar een verrassing. Oh, een verrassing, jippie! Joehoe. Ja, nu is Samson helemaal door het dolle heen. Ja. Voor ze aan hun speurtocht beginnen, wil Samson eerst nog op de draaimolen. Ja. Dat is goed, zegt Marie. Stap maar in het blauwe treintje. Dat vind jij leuk, hè? Ja. Samson vindt het ritje superleuk. Ja. Maar wanneer hij wil afstappen, vindt hij in het treintje het gele balletje. Joehoe. De eerste aanwijzing naar de verrassing. In het gele balletje zit een briefje. En daarop staat een tekening van de grote schommel. Ja. Zou de verrassing in de speeltuin liggen? Samson en Marie lopen de speeltuin in, recht naar de grote schommel. Hij is van plan om van de glijbaan af te glijden en dan in de zandbak het gele balletje te zoeken. Ja. Maar wat is dat? Bovenaan de glijbaan staat een jongetje en die staat een beetje te huilen. Mm-hmm. De jongen die durft niet naar beneden. Weet je wat, zegt Samson? We gaan samen. Ja. Zeg, dat was wel heel lief van jou, hè? Ja. En dat doen ze. Jippie! Oh, dat gaat zo snel. En ze schreeuwen het uit van de pret. Ja. Samson en de jongen belanden in de zandbak. Samson die duikt in het zand om op zoek te gaan naar het gele balletje. Hè? En hij graaft en hij snuffelt. En hij snuffelt en hij graaft. Maar hij vindt het gele balletje niet. Ja. Nee, en hij is een beetje triestig. Want nu zal hij de verrassing van Marie nooit vinden. Hè? Ja. Wat zoek je? Vraagt het jongetje. Een geel balletje, zegt Samson. En daarin zit een aanwijzing naar een verrassing. En tot grote verbazing van Samson haalt de jongen het geel balletje uit zijn broekzak. Ja. Dat heb ik daar straks gevonden in de zandbak, zegt hij. Samson die is dolblij. Jij was dolblij. Oh ja, juppie. Hij opent het balletje en er zit een bon in voor een ijsje. Oh, ho, ho. Een ijsje voor Samson. Wat een mooie verrassing. Lekker. En omdat de jongen de laatste aanwijzing gevonden heeft, koopt Marie voor hem ook een ijsje. Oh. En Samson en de jongen, die smullen van hun ijsje. Ja. Daarna spelen ze nog een hele tijd in de speeltuin en op de glijbaan. En al snel, hè, Samson, is die jongen helemaal niet meer bang om alleen te gaan. Nee. Einde. Oh. Mag ik de beeldjes nog zien, zo? Natuurlijk, hier, kijk. Oh. Oh.